De belangrijkste vraag vanavond kan zo meteen beantwoord worden, want de gerechtsdeurwaarder heeft de enveloppen bij zich. Oké. Deuxième dauphine, Sophie. Ze staan er nog met z'n vijven, maar wie krijgt de titel van tweede eredame? La deuxième dauphine pour l'élection de Miss Belgique 2012 est Jade Moons. Félicitations, Jade. Oké, meneer de gerechtsdeurwaarder, de enveloppen graag van de eerste eredame. Dankjewel. Première dauphine, Miss Belgique 2012. Il s'agit de Aurore de Geest. Félicitations, Aurore. Le grand moment de ce soir est enfin arrivé. Nous allons découvrir qui va porter la couronne de Miss Belgique 2012. Ja, want ze staan er nog maar met z'n drieën. Een diepe zucht. Wie is de nieuwe Miss België 2012? Qui est la nouvelle Miss Belgique 2012 et qui repartira donc avec la magnifique 207cc? La nouvelle Miss Belgique 2012 est Laura Bennett. Geluk voor de nieuwe Miss België. Ze krijgt ook de sleutel van haar nieuwe cabrio van de heer Schinaerts, directeur marketing van Peugeot België. Nu beneden, onder onze beroemde kroonluchter van het casino van Knokke-Heijs, staat deze prachtige Peugeot schitterend te wachten op zijn nieuwe eigenares. Van dit geschenk kan je natuurlijk, Sophie, winter en zomer genieten. Miss België rijdt straks rond in deze fonkelnieuwe Peugeot 207 en we kunnen het allemaal volgen op het grote scherm hier hoe ze naar beneden gaat naar haar prachtige nieuwe wagen. Miss België 2012, Laura Bijn, 19 jaar, komt uit Brussel, studeert schoonheidsspecialisten, ze danst, ze voetbalt en ze zwemt. Et voici Miss Belgique 2012, Laura Bijn, elle a 19 ans, elle étudie pour devenir agent immobilier, elle aime la danse, le football et nager. Félicitations, Aide. En ze neemt nu plaats tussen haar eredames voor de traditionele eerste foto's. Morgen prijkt zij natuurlijk op de eerste pagina's van vele kranten. Dit is het einde van deze gala-uitzending, hoewel ik vermoed dat er nog wel stevig gaat gefeest worden. Merci, Sophie. Bedankt ook aan alle aanwezigen hier vanavond in het casino. En ook u thuis, bedankt voor het kijken. Demain, Laura Bijn fera évidemment la une de nombreux journaux, voire même tous. Maintenant, malheureusement, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. C'était un événement absolument incroyable. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Sophie. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis sur Star TV ou via rtl.be. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Tot volgend jaar. Tot ziens.